Want ooit was dit allemaal haven. En hadden wij de grootste haringvloot in de Gouden Eeuw van heel Nederland. En de grootste haven. En over die visserij is ook het een en ander te vertellen. Niet alleen over de vissers uit Enkhuizen, maar ook in Engeland. Want in Engeland, als de vissers doodgaan, gaan ze naar Fiddler's Green. Ze komen niet in de hemel, ze komen niet in de hel. Ze gaan naar Fiddler's Green. En dat is een dorp, ja, een mooi stadje aan de haven. Waar de meisjes mooi zijn, waar de luchten altijd blauw zijn. En waar het heerlijk toeval is, want er is ook drank genoeg. Drank en vrouwen, ze komen altijd terug in liedjes. Fiddler's Green. Het is een overdenking van de man die ze laatste dagen heeft gesproken. En die dank is wel mee. Ik zal straks vertellen wie deze man is. Goedenavond, Strunus. Is het niet geweldig? Meer dan 500 man mee. Brutal. 500 wandelaars. Ik zie het op jullie gezichten. In grote spanning en afwachting. Wat er gaat komen. Wat jullie gaan beleven. Met deze bijzondere stadswandeling. Door straatjes en langs en tol zonder gebouwen, bedrijven. Ik hoop dat jullie er allemaal van gaan genieten. Ik moet nog harder praten. Oké, ik hoop dat jullie ervan gaan genieten allemaal. Maar, het gaat vanavond niet alleen over ervaring en ontdekking van Enkhuizen. Het gaat ook over goede doelen. Met jullie deelname vanavond naar de richting 10.000 euro. En het leuke is dat we vanavond dat niet alleen bij elkaar brengen, maar ook hier met NA1816 en de Vrolijk Financiële Dienstverlening al twee checks van 1.000 euro die hun geschonken hebben, die ook in dit bedrag zitten, willen schenken aan de goede doelen. NA1816. Voordat ik zo dadelijk onze nieuwe burgemeester hier rechts voor mij, de heer Edwin van Zuilen, het stadssignaal zal laten geven. En dan nu het woord aan de heer van Zuilen. Dankjewel. Ik ga heel kort houden, jullie willen gewoon aan de wandel, denk ik. Ik hoop trouwens ontzettend veel zin in. Voor allerlei plekjes van Enkhuizen waar ik in elk geval nog niet geweest ben. En ik denk veel van jullie ook niet. Allerlei zaken die open zijn. Waar je helemaal niet binnenkomt. Ik heb maar twee vragen aan jullie. A, om even een groot applaus te geven voor de organisatie en de vrijwilligers. En B, heb je er een beetje zin in? Is dat hard genoeg? Ja, dat is hard genoeg. Oké, nou dan gaan we aftellen. 10, 9, 8, 7, 6, 5.
Thank you.